Hoi, mijn naam is Stan. Mijn naam is Evie. En wij zijn Tilburgse Mannen. En super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video op ons kanaal. En in deze video gaan we het hebben over wat er in 2018 voor gadgets kunnen komen. Ja, tenminste wat wij denken dat het 2018 komt. Dus heb je zin in deze video? Zeker een blauw duimpje omhoog. Ja, en dan gaan wij beginnen met de video. Wacht even. De duimpjes zijn tegenwoordig op YouTube niet meer blauw. Wat? YouTube heeft een nieuw design en de duimpjes zijn niet meer blauw. Dus doe zo je duimpje omhoog. Dus ze zijn geen kleur? Ze zijn grijs. Doe dan een grijs duimpje omhoog. Of YouTube heeft inmiddels alweer veranderd. Dat kan, maar doe in ieder geval gewoon een duimpje omhoog. Doe gewoon een duimpje. Gaan we gewoon beginnen met de video, klaar. Eerste intro. Gosh. Wat mij echt vet zou lijken, wat er in 2018 zou komen, is niet echt een gadget, maar meer een app. Dat is Siri 2.0 en je kan nu gewoon praten met Siri. Ja, weet je wel, die geeft gewoon antwoord terug. Maar zij is ook gewoon, of die in de telefoon zit, is ook gewoon geïnteresseerd in jou. Dat hij ook gewoon aan jou terug gaat. Dus jij bedoelt als je morgens wakker wordt, dat dan Siri vraagt van, hey Stan, hoe is het? Ja, maar heb je lekker geslapen? Of wat ga je nog doen vandaag? Ja, wel super tof. Dat lijkt me ook echt zo dik. Dat lijkt me echt vet. Dat is wel vet, maar zou het ook niet vreemd zijn om de hele dag tegen je telefoon te praten? Ja, maar ja, je praat ook nog mee met de telefoon als je moet iemand bellen. Ja, oké, okay, maar dan ben je iemand aan de bellen. Nou kan je tegen een telefoon aan praten. Tegen een niet bestaande persoon. Nee, maar die praat wel terug. Oké. En aangezien dat een raasje wordt, dan is die niet meer aan meer. Oké. Dan gaan we door naar de tweede, tenminste waar wij van denken dat het een goede gadget wordt in 2018. Ja, we kennen natuurlijk al de drones, de quadcopters, de phantoms, DJI's, etcetera. Maar ik denk persoonlijk dat in 2018 een drone gaat komen die als first responder kan optreden. Oftewel, als jij een 112 belt van, goh, ik heb politie nodig of ik heb een ambulance, brandweer nodig. Dat dan een drone gelijk de lucht in wordt gestuurd en gelijk naar jouw locatie toe gaat om alvast te verkennen. What? Ja, we kennen natuurlijk allemaal de aanrijroutes van ambulance of zoiets. Dat duurt altijd wel even dat ze zijn. Ja. Maar als een drone nou sneller kan zijn. Die is er gelijk. Ja, die zou bijvoorbeeld als een dief is. Zou die drone nog gelijk, weet je, diegene kunnen volgen. Oh shit. En er is een ambulance nodig, dan kan nog gelijk iemand er naartoe gaan. Kan het inschatten en kijken van, nou, is dit nodig, is dat nodig? En misschien extra ambulance nodig? Waarom ben je niet bij het beste idee van Nederland? Hè? Huh? Geen idee. Waarom ben je daar nu niet? Ja, dat weet ik niet. Laat even weten of jullie het ook een tof idee lijkt. Oh, het is echt... Het is best wel vet, toch? Ik denk dat dit wel in de medische wereld een hele goede gaat worden. Of überhaupt in de 1 en 2 wereld. Ja, dat denk ik ook. We gaan door naar de volgende. Nummer 3. Weet je wat me ook vet zou lijken? Als er iets bestaat dat je zeg maar, moet prikken in je lichaam of moet slikken. En dan heb je al op je telefoon dan die app wat je dan doorslikt. En dan dat ding wat je prikt of slikt, dat dan heel jouw lichaam analyseert. Zo van body scan eigenlijk. Ja, echt gewoon zo'n body scan. En dan hij bestaat natuurlijk al wel, maar ik denk wel dat het in 2018 vaker gedaan wordt. Dat het nu is alleen voor hele rijke mensen in Amerika en zo. En die ineens van, ja, je moet op dat letten, op zus letten, op zo. Ja. Dan eet mee vooruit. Ja, maar toch? Ik krijg je wat weten. Ik vind ik wel een goeie. Ik kan wel denken. Oké, we gaan maar naar nummer 4. Ik ga naar nummer 4 toe en ik kom weer op de drones aan. In Amerika hebben we natuurlijk wel dat sommige bezorgcouriers eigenlijk pakketjes bezorgen met drones. Mm-hmm. Maar ik denk dat in 2018 die grote webwinkels, zoals niet te noemen webwinkels, zoals die dikke meneer in de blauw met die bol.com. We zouden het een merken noemen. Daar zijn ze maar raak, Otto, Weekamp, etcetera. Dat zij ook gaan bezorgen met drones. Dat gewoon een drone zou zijn, je huis kon vliegen, bam, pakketje maar weet je wat het probleem is? Kijk, met drones is best wel een probleem in Nederland. Je mag niet overal gaan gebruiken. Nee, dat klopt. Bijvoorbeeld hier in Tilburg, waar wij wonen, mag je helemaal nergens vliegen boven de 20 meter. Nee. Ik weet dat het wel gedaan wordt natuurlijk, maar officieel gesproken mag het niet. Nee. Wil je trouwens weten, het linkje van zetten we in de beschrijving waar je in Nederland wel mag vliegen met drones en waar je niet mag vliegen met drones. Kun je even maar kijken. Dave, weet je waarom je dan niet mag filmen met drones? Vliegen met drones? Geen idee. Ja, bijvoorbeeld kijk bij Schiphol, snap ik het wel, bij een militaire basis ook. Ja. Maar ja, Tilburg. Maar ja, wat... Ja. What the fuck. En dan gaan we door naar de volgende, en tevens ook gelijk de laatste. Ja, en dat is zeg maar een app die zeg maar jouw transacties van jouw uitgaven kan bijhouden. Alleen, dat bestaat nu al een beetje, alleen dan krijg je ineens een melding van je hebt te veel uitgegeven of zeg van, je kan een beetje meer gaan sparen. Mm-hmm. Dus zeg maar dat het veel persoonlijker wordt van jouw uitgaven. Om te zorgen voor jongeren eigenlijk dus niet te veel geld uitgeven aan random dingetjes. Precies. Ah, dat is op zich wel een goede, dat je een soort van kasboek gaat krijgen waar je bijgehouden wordt. Ja. Ja, er bestaat nu wel van wat je uitgeeft, maar dan krijg je geen melding van je geeft te veel uit. Nou, ik snap wat je bedoelt, ja. En
Snappen jullie het ook? Laat even weten hier onderaan in de reacties of op zijn Brabants even weten. Allemaal vraagtekens. Ja. Van wat jullie... Wij zijn eigenlijk wel benieuwd wat jullie van denken dat in 2018 heel erg in gaat worden. Laat zeker laat weten. Onderaan eens even weten waar jullie van denken dat een trend gaat worden. Of misschien wel jouw wat helemaal uit gaat worden in 2018. En voor je fijne hint of een zeker een blauw duimpje. Oh nee, geen blauw duimpje. Een grijs duimpje ook. Vergeet zeker in deze video te delen met al je vrienden die ook wel tips kunnen gebruiken. En volg Tilburgsman op social media. Twitter, Facebook, Instagram en Snapchat. Alle links zet ik in de beschrijving. Je kan alles terugvinden. En zeg maar natuurlijk op z'n Brabants. Houdoe.